Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Dit is een ander soort video dan normaal. Ik heb in augustus een story, mijn verhaal zeg maar, online geknald. En ik heb gezegd dat daar een deel 2 over zou komen. En hier is hij. Ik heb vorig jaar november, 2 november om precies te zijn, ben ik ontslagen van het GGZ. Toen mocht ik het weer op mijn eigen benen gaan doen. Met ondersteuning van een psycholoog en een praktijkondersteuner bij de eigen huisarts. Wel van GGZ natuurlijk. En toen heb ik gezegd, oké, ik wil een nieuwe tatoeage. Ik wil een semicolon op mijn arm. Hier. En ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb ook een tijdje gehad dat ik er eentje in mijn nek wilde met een lotus erbij. Omdat lotus de betekenis heeft dat je zelf weer herrijst vanuit de modder, zeg maar, wat een lotus doet. En dat wilde ik eerst. Maar toen was ik dit weekend met mijn ouders in Amsterdam. Toen zijn we naar een tattoo shop gegaan. Daar hebben we gevraagd wat de mogelijkheden waren. Toen heb ik eerst een neus en hier een helix laten zetten. En toen later heb ik gevraagd of ze tijd hadden om een tatoeage bij mij te laten zetten. Dat is deze. Het is een semicolon. Een semicolon staat voor een zin die je had kunnen eindigen, maar ervoor hebt gekozen om door te schrijven. Maar de zin is jouw leven en de schrijver ben jij zelf. Dit heeft er alles mee te maken dat ik een depressie heb gehad. Ik oprecht niet meer wilde leven. Ik er ook zwaar aan heb gedacht om er inderdaad een einde aan te maken. Dat heb ik gelukkig niet gedaan, want ik heb hulp gezocht. Maar dat kan je allemaal in mijn verhaal deel 1 vinden. Die zal ik wel even in de beschrijving zetten, het linkje daarnaar. Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik wilde hulp zoeken, want ik wilde al die gevoelens niet. Ik wilde niet mijn leven stopzetten. Alleen wist ik niet meer wat ik er wel of niet aan moest doen. En om zeg maar voor mezelf te voorkomen dat ik weer zo ver af zou zakken, staat hij hier op mijn pols. Zodat ik hem elke dag kan zien. En ik ben er ook oprecht heel trots op wat ik allemaal heb bereikt. En dat het weer beter met me gaat. En hoe ik dat allemaal voor elkaar heb gekregen. Het is natuurlijk, je krijgt heel veel steun van familie en vrienden. En een psycholoog die achter je staat. Maar het grootste werk heb je toch echt aan jezelf te danken. En dus ja, je doet het uiteindelijk in je eentje. Je hebt wel begeleiding en zo, maar jij bent degene die de depressie heeft. En jij bent degene die om hulp moet vragen. En jij bent degene die moet zeggen, help me, ik weet het allemaal niet meer. Ik kan het niet meer in mijn eentje, want ik red het niet. En die stap naar ik red het niet is vernederend. Is heel, heel moeilijk. Want je stelt jezelf zo verdomde kwetsbaar op. Want je gaat gewoon naar iemand toe en je zegt oprecht, ik wil niet meer. Ik wil het leven niet meer. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer op deze wereld staan. Ik zit zo ver de shit in dat ik het niet meer kan. En ik was sterk genoeg om te zeggen, nee, ik wil dit niet. Ik heb hulp nodig. En dankzij die hulp zit ik nu hier. Heb ik een hele mooie tatoeage op mijn arm. Love it. En ben ik een stuk sterker dan ik hiervoor ooit ben geweest.
Het wordt geen lang verhaal. Dat komt later nog. Maar ik wilde wel even de betekenis toelichten. Dus er komt nog een deel 3. Wanneer weet ik niet. Maar hij komt eraan. Maar dit is hem dus. Ik vind hem zo mooi. Het deed oprecht niet heel veel pijn, mocht je dat afvragen. Het viel echt heel erg mee. Dus, bedankt voor het kijken. Mocht je zelf ergens last van hebben dat je denkt, ik weet het niet, help. Dat je met je handen in het haar zit, maar je durft niet gelijk de stap te zetten die ik heb gezet naar een huisarts. Stuur me alsjeblieft een berichtje op Instagram of laat het achter ergens. Maakt me niet uit waar. En ik wil je helpen. Want eerlijk, zelfmoord is geen oplossing. Zeker niet. Want je lost het niet op. Je haalt alleen het jezelf uit de situatie. Dus praat erover. Het is moeilijk. Ik weet het. Maar doe het.